Nieuwe video! Hey! Hey jongens, superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik reageren op streamers die het 2.0 parcours van Sizzers hebben geprobeerd om te kijken of hun even ver zijn gekomen dat ik ben gekomen of dat hun verder zijn gekomen door ik weer kan leren wat ik de volgende keer beter moet doen zodat ik dit parcours wil halen. Dus ik ga jullie dan vragen even allemaal een blauw duimpje omhoog te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Ben dan nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan zeker eventjes hieronder, want we hebben nog maar 7000 of minder dan 7000 abonnees nog maar nodig voor de 100k. Dus ik zou me super erg helpen als je even abonneert. Laten we vandaag weer proberen de 1000 likes te halen. Dus smash die blauwe duimpjes omhoog, want als wij de 1000 likes halen ga ik ook een keer op mijn gemak proberen een parcours te maken, een eigen parcours, waardoor jullie die kunnen proberen en een beetje hetzelfde idee als wat Sizzers nu doet natuurlijk. Dus ja, wij gaan gewoon kijken hoe deze streamers het doen. Dus nogmaals, laat je blauwe duimpje omhoog achter, zet het belletje aan en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan wij kijken of deze streamers verder komen dan ik. Dus ik zou zeggen jongens, let's go. Alright jongens, ik ben oprecht heel erg benieuwd hoe deze streamers het ervan af gaan brengen, aangezien ik niet verder ben gekomen dan stage 5, want dat lukt mij gewoon niet om daar verder te komen. Dus we gaan zien in deze video of deze streamers überhaupt verder komen dan ik. Dus ja, laten we gewoon gaan beginnen. Heb je nog geen blauw duimpje omhoog achtergelaten? Doe dat dan eventjes natuurlijk. Ben dan nog niet geabonneerd? Wat ben je dan aan het doen jongens? Abonneer dan nu op mijn kanaal. We hebben nog minder dan 7000 abonnees nodig voor de 100k. Maar ik ga zeggen jongens, let's start the video en eens kijken waar we beginnen. We beginnen met Cool Rage of twee Jack. Dit is level 1, dude. Come on, is level 1. Deze is easy one te halen jongens. Am I about to one shot? I'm really about to one shot level 1. Ja, daarom. Deze kan iedereen halen, maar deze is echt niet lastig. Are you jumping at the end? Als je deze niet haalt, dan weet ik het nog niet. Kijk, hij haalt hem weer one shot. Let's go. Lekker maat. Oké, level 2. Alright, let's see level 2. Oké, level 2. Nou, kom op. Oh, hij gaat dood. Hij gaat bijna dood. Hij heeft de checkpoint gehaald. Nou, level 2, let's go. Die moet je gewoon juken, dus dat is ook easy te doen. Kijk, dit is gewoon ritme-wise, jongens. Als je dit hebt, heb je dit easy gehaald. Maar haal hij dit ook? Kom op, maat, let's do it. Kijk. Hij wordt genaaid door iemand anders. Iemand anders sprong op zijn rug. Nice. Trouwens, willen jullie ook zien dat ik dit binnenkort met een andere YouTuber ga opnemen? Laat het dan maar eventjes weten. Morgen, als het goed is, komt er een hele leuke video op dit parcours online. Dus die moet je sowieso in de gaten houden. Zet daarmee ook eventjes een belletje aan. Maar laat even in de comments weten welke YouTuber jij graag wilt zien waarmee ik dit parcours ga proberen. En misschien kunnen we die dan ook even lekker gaan trollen. Alright, hier hebben we Poach. Yeah, nou, deze kan het ook wel easy halen, denk ik. Coach is gonna fall off immediately. You guys are bad. Dude, maar dit kan je toch wel in één keer halen. Dit level is easy te halen in één keer. Tenzij iemand in je rug springt natuurlijk. Maar dit kan de easy halen. Kijk maar, GG. Iedereen haalt level 1 easy. Nou, level 2, let's go. Oké, kijk, hij doet er al iets meer tempo in. Gelijk door, kom op. Gelijk door, 1, 2. Nice. Gelijk door, gaat niet gelijk door. Dat is jammer, dat kan je wel in één keer doen namelijk. Jump. Nice. Oké, deze jump is moeilijk. Deze jump is moeilijk van allemaal. Oh, hij had hem in één keer. GG. GG, want dat was echt een van de moeilijkste jumps van het hele level. Nou, dan is hij hier bij deze ice traps. Als hij deze in één keer had, deze in één keer haalt. Dan ben ik klaar. Ik wou net zeggen. Ik wou net zeggen, maar als jij die in één keer had gehaald, was ik boos geweest. Want ik heb er echt zo lang over gedaan over dat level. Dat is echt niet normaal. Oké, wie is dit? Fuck off! Stop! Dit is 72 hours. Nou, haalt hij hem in één keer? Oh ja, hij fucked up, of niet? Oh! Ja, dat had ik zo vaak, hè! Wat hij niet heeft, had ik zo vaak! Oké, Jack gaat het weer proberen. Jack gaat level 2 proberen. Let's go. Kijk hoeveel mensen dit spelen, dude! Oh my god! Kijk hoeveel mensen dit spelen! Ja, dat is je eigen schuld, want je moet gewoon wachten tot iedereen klaar is. Has anyone beat 3 yet? Oké, dat is Sizzers die vraagt of iemand al level 3 gehaald heeft. Kijk, Jack heeft de tempo erin zitten, hoor jongens. Jack heeft de tempo erin zitten, let's go, yo. Oh ja, hij was al getrapt. Jump like 2/3 of the way before. Gaat hij deze halen? Oh, he's got it! No! Gaat hij deze halen, jongens? Poach, you had it! I got it! Kijk, 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 kijk. Oh, het leek net of hij hem niet ging halen. Hij heeft hem gehaald, kijk dat hij komt. This course is so easy, dude! Ja, kijk die dans! Alright, nou ja, nu wordt het dus een kwestie van wachten totdat iedereen aan de beurt is. Want iemand had het maar wel gehaald. Oké, okay, let's go. Gaat hij hem halen? Nee, te ver. Of, hij haalt hem gewoon in één keer! Oh! Dit was gewoon een one-try, maat. Die had je moeten hebben, dude.
know you can do like two. Oh, Jack, oh, right? Jack just had it. Hij had hem moeten hebben. Hij moet hem moeten hebben. En Sissers haalt hem wel in één keer. Kijk maar. Over there, dude. Easy. Sissers weet natuurlijk hoe het moet, want hij heeft hem gemaakt. Laten we heel eerlijk zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Ik wil ook een parcours gaan maken, jongens. Laat even proberen. De 1000 likes halen, dan ga ik proberen een parcours te maken. Ja, ik weet nog niet wanneer, maar ik ga het proberen. I'm gonna try, bro. Two is broken. Yeah, I think so too. Dit is precies hetzelfde als bij de eerste versie. Alleen is dit een stuk minder lang. Hij had deze wel wat langer mogen maken, die bellen. Deze had hij even lang moeten maken. Beat it? Maar er komen nog moeilijk in aan. Gaan we deze halen? Deze haalt hij, nice. Nice, oké, die heeft hij ook gehaald. Alright, nou nu stage 5 met de impulse net, jongens. En die haalt hij niet. Die haalt hij niet, dat is toch wel een beetje jammer. That was lag. Yep, sure it was. Come here. Hij blamed de lag. Ik had ook wel eens lag af, hoor, jongens. Ik zeg het heel eerlijk. Ik had ook wel eens lag. Dat is gewoon iets wat in creative zit. Maar het is gewoon leuk om te zien dat als jij deze map hebt gehaald, hoeveel mensen dit falen. Dat is toch gewoon goud om te zien. Laten we heel eerlijk zijn. Oh, he's got it! Nee, he doesn't got it, bro. Je moet 2/3 van die jump springen, dan hou je het. Je hoort wat hij zegt. Dit heb ik ook in mijn stream nog gekeken. In mijn stream ging ik ook kijken hoe dit moest. En bij 2/3 van de jump, als je dat doet, dan hou je hem dus. Dat blijkt dus zo te zijn. Maar hij zit trouwens echt... easy, dude. Kan ik niks aan doen. Poach en Chap, literally had it. Die hebben hem al gehaald van deze stream. Oh, wat? Oh, hij gaat hem cheaten, kijk. Hij gaat nu naar level 4 toe. Dit is de weg naar level 4 toe. Chap, at this point I want to just restart it all so that the impulse is spawned instantly. Yeah, restart it. Okay, check. Yes! Oh! I made it! I made it! No. Let's go! Stop, please! Hij is gewoon gecheat! Exposed! Hij heeft het gecheat en zegt dat hij het gehaald heeft. Ah, brother! Dat heb je niet gedaan. Oh mijn god, we hebben hem geëxposed. Kijk. Dit vind ik oprecht mooi. Dit vind ik mooi, boys. Oh, hij loopt gewoon achter iemand aan. Hij is echt geniaal, man. Ik vind courage is heel sick, jongen, naar te kijken. Oh! Hey. No! Nou, hij voelt zich helemaal de shit nu. En dan haalt hij deze zeker niet. Oh ja, oké. Okay. Als hij deze one try haalt, dan geef ik hem een tientje. Dan ga ik doneren. In zijn stream. Oh! God, man. Dit had ik ook met Alex. Dit had ik met Alex. Code is bubble yet. Same problem. Alright. Oh my hij God, moet hem even halen. Hij moet hem even halen, vind ik. Als hij hem niet haalt, zou het wel heel matig zijn. Ik ben niet verder gekomen dan hier. Legit. Ik kom niet verder dan die traptunnel die hierna komt. Dat is gewoon een probleem. Ja, ik kom daar niet verder door. En dan wat het hoe dat kan. Oké, daar moet je in. The best rotator in the game. Tom? No! Oh god. Oh, you rushed me. You rushed me. Oké, nice. You're the one. Oké, kijk, kijk, kijk. Nu gaat hij kijken wat hij moet doen. Kijk, hij is being silent about it. Concentreerde hoofdje. Ik denk dat hij eerst iemand wil naaien. Hij wil iemand naaien. Let maar op. Ja, 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 ja. Wait, what are you? Are you kidding me, courage? Wait, Chap, how did you get to there? Dit zou ik dus ook doen. Zo iemand zou ik dus ook zijn. Ik zou hem dan alleen teruggooien daar naartoe. Wait, Chap, how does this part of your work? Ik zou hem dan gewoon teruggooien. Who's beating me to death? Zeg je heel eerlijk. Als iemand daar dan zou staan, zou ik hem gewoon whoop, omhoog gooien en dood. Kom op, Jack already skipped to level 5. Jack, haal hem. Ja, hij gaat hem niet halen, hij gaat hem niet halen, hij gaat hem niet halen. Nope, nee, ja, dit had ik dus ook. Ridiculously hard. Je moet hem denk ik op het juiste moment daar in die trap gooien. In die laatste trap, maar daar ben ik dus nog niet gekomen. Ik kan het wel weer een keertje gaan proberen hoor, maar de timing is zo lastig om te weten. Ja, oh! You gotta be kidding me. Ja, daar ging je. Alright, why? Oké, okay, let op. Waar gooit hij hem? Oh! Oké, okay, bij de derde trap gooit hij hem dus. I'm smart. Hij bij de derde trap gooit hem, maar hij weet dus precies hoe het moet. Derde trap ongeveer. Onthoud jongens, als we gaan live gaan en je ziet dat ik dit aan het doen ben, spam derde trap in de chat als ik bij dit level ben, als ik het nog niet heb gehaald. Hij gaat niet halen, want hij... Tom, is dat you? Dacht dat hij daar te dichtbij komt. Had hij deze? Oh my god! Oké, derde trap, Jack. Derde trap, kom op! Nee, wat level are you guys on? Oh, dat kan ook. I'm probably hard to stop level 5. I'm on 6 right now. Ga proberen te juken, let op. Wat wil hij doen? Gaat hij proberen te cheaten? No! Als hij probeert te cheaten, dan hebben wij een nieuwe cheat, jongens. Oh, I got it, let's go. Maar hij gaat het volgende deel dan niet halen.
Yes. Hij kan dit proberen te cheaten, maar dat gaat hem niet lukken, want het volgende deel was ook met tref. Let maar op. Kijk, dit wil hij gaan cheaten, maar het gaat hem niet werken. Het gaat niet werken, let maar op. Ja. Use, I think, 4. We fucking het zo op. Hé, maar dit is niet... Dit is niet meer een parcours. Dit is niet meer een parcours. Wat is dit nou? Opeens komt Ninja er doorheen. Dit is niet meer een parcours. We zijn geklikbait. We zijn geklikbait, maat. Wat is dit? We zijn geklikbait. Oh, oh, ja. Nou, hier halen we het bij, want dit is niet meer parcours. Dit is niet meer parcours, dus we zijn gewoon geklikbait door deze jongen. Holy shit! Maar deze streamers... Kan ik dus officieel zeggen dat ik het nog niet zo slecht heb gedaan. Want deze gasten zijn dus nog niet zo ver gekomen als dat ik ben gekomen. Dus, mocht je deze video leuk hebben gevonden, laat dan zeker nog even een blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk enorm. Als we de 1000 likes kunnen halen, zou ik dat super tof vinden. Dus, blauw duimpjes zou gewaardeerd worden. Ben je dan nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk eventjes abonneren op mijn kanaal. En ja, laat even een leuke comment achter in deze video. Vergeet ook zeker niet het belletje aan te zetten, want dan ben jij misschien een van de eerste die mijn video's checkt. En dan hoop ik jullie morgen weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus nogmaals, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen, jongens. En zoals ik altijd zeg, later.